In gesprek met Bart Heerema van het RET en John van de Beuken van de politie Roermond. Bart, wat gebeurt hier vandaag? We zijn hier vandaag een preventieve zakrollerijactie aan het houden hier in de binnenstad van Roermond. Dat doen we gezamenlijk. Dat doen we samen met de politie, RET Security, Stadstoezicht en de straatcoaches van de gemeente Roermond. Daarnaast zijn een aantal studenten van het Citaverde College aanwezig. Deze volgen een keuzevak, het keuzevak geuniformeerde beroepen. En vanuit daar mochten ze met ons mee de straat om ons te proeven in de praktijk. En het doel is eigenlijk om mensen bewust te maken van de gevaren en gevolgen van zakrollerij, aangezien dat nog veel voorkomt in deze binnenstad. John, kun je iets vertellen over zakrollerij? Ja, als je kijkt naar zakrollerij, hebben we hier in Roermond, komt dat ook voor. Niet dagelijks, maar toch een aantal keren per week. En je merkt dat mensen zelf vaak niet in de gaten hebben hoe gemakkelijk dat ze slachtoffer kunnen zijn. Je ziet dat tassen die mensen bij zich hebben, dat die openstaan. Dat ritsen van jaszakken openstaan. En daar zit dan een beurs of een telefoon zit daarin. En eigenlijk met een hele eenvoudige, snelle handeling wordt die gewoon gestolen. En verder wat je ook nog vaker tegenkomt, dat is het afkijken van pincodes. Of bij een betaalautomaat in een winkel of bij een geldautomaat. Dat zijn eigenlijk de veel voorkomende gevallen van zakkenrollerij. En ja, daar worden toch een aantal mensen per week slachtoffer van. Hoe vaak komt dat in Roermond voor? Ja, cijfers over hoe vaak per jaar, die ken ik helaas niet uit het hoofd. Maar het komt meerdere keren per week voor. We hebben er nu wat in gedaan. Maar mijn collega had er ook wat uit kunnen halen. Moet zo kijken, denk ik. Laat ook gelijk kijken. Als u wat voelt, houdt u dat altijd bij u. Ja? We hebben nog een tip met wat een flightje met wat tips bij u. Het is helemaal gefilmd. Het staat op tv. Ja, let u goed op uw spullen. Ja, bijna dag verder. Nee, oh, ik dacht dat mijn collega het al verteld had. Nou, voor jouw zakkenrolactie. De zakkenrolactie. Bent u ook wat kwijt nu? Nee. Weet u dat heel zeker? Ja. Ja? Ik dacht dat u gewinkeld heeft bij de kosters vandaag. Ja. Ja? Waar is uw tas dan? Oh! Daar is de tas. Die was u gegarandeerd kwijt geweest. Die heeft hier volgens mij een test voor. Hoe zag je dat? Oké. Okay. Juist in winkels. Dankjewel. Ik wens u fijne dagen. En dat ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Ja, maar moet je wel eerst toestemmen. Ja, eigenlijk. Och, dat wordt een mooie foto. Ja, dat wordt de kerstkaart van het jaar. He? Denk je dat we er mooi op staan? Jawel, hè. Zeg, en lust jij ook wat te snoepen? Kijk eens hier wat ik heb. Even kijken hier. Alsjeblieft. Die kan je ook in de kerstboom hangen. Zeg, en een kleurplaat, wil je die ook? En als je de kleurplaat heel mooi kleurt,
en je brengt hem weer bij mij terug. Dan leg ik hem heel voorzichtig hier op de stapel bij al die andere tekeningen. En dan neem ik ze mee naar Lapland en dan mag jij daar een cadeautje uit kiezen.